Hallo mensen van mijn kanaal, vandaag is weer deel van Uncharted. Het is hier één grote bende, blauwe mannen die ons dood willen hebben. Ik denk dat wij hierin moeten springen. Kom maar op! Dat moesten we dus kennelijk niet. Oké, het was te proberen. Het leek me een logische oplossing. Alles oké? Oh, dan moet ik niet doodgaan nu. Oh. Dat lijkt me inderdaad niet zo handig. Oké. Oh, hier was ook nog gewoon een pad. Oké, nice. Want we zijn dus nu eindelijk in die geheime stad. Waar allemaal paarse mensen zijn. Die me allemaal dood willen hebben. Ja, dat ben ik aan het doen. Ik ben aan het rennen. Ik ga niet echt stoppen nu. Maar ja, al die blauwe mannen willen mij dus dood hebben. Weet je het zeker dat je op mij wil gaan focussen? Van iedereen... die je nu dood kan hebben. Oh. Is misschien... ben ik niet de geschikte persoon om mij... te gaan... vermoorden. Oh shit, oké. We storten inderdaad neer. Dat heb je heel goed gezien, Helena. Nu hebben wij hoofdpijn. En worden paarse mensen boos op ons. Oké, we moeten hem smeren, nu. Nou ja, zover was ik ook wel dat we hier weg moeten komen. Maar hoe komen we hier weg? Kom op, geen tijd om te staan. Oh, daar, hier, ha. We moeten in beweging blijven. Ja, dat weet ik, maar ik was volgens mij degene die juist aan het treuzelen was. Maar dat maakt niet uit. Oh, AK. Oeh. Waarom zou je zo'n mooie gun laten liggen? Lijkt erop dat mensen ons voor zijn geweest. Laten we hopen dat wij er wel weer uitkomen. Ja, deze lijken liggen hier al zeker 60, 70 jaar. Hé, hey. Ze hebben er blijkbaar niet veel aan gehad, maar hier. Bedankt. Nou, Lazarevich en zijn mannen zullen de stad ingegaan zijn, dus als wij terug naar de uitgang gaan, dan komt het goed. Nee, Chloe, we gaan op zoek naar de Chintamani-steen. Wat? We moeten Lazarevich stoppen. En hoe willen jullie dat precies doen? De steen eerder vinden dan hij en hem dan vernietigen. Wow. Zeg nou niet dat jullie al die bovennatuurlijke onzin geloven. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Oké, voor het geval dat jullie het gemist hebben, die man is knettergek. Hij denkt dat hij een profetie doet uitkomen dat de steen hem op een of andere manier onverslaanbaar maakt. Onsterfelijk. Wij staan hier midden in Shambhala en jij twijfelt of iets mogelijk is? Ja, je hebt gezien hoeveel kogels ze in die ding hebben gepompt. Er is hier iets geks aan de hand. Reden te meer waarom we hier weg moeten nu het nog kan. Oh. Ik probeer gewoon iets recht te zetten. En misschien de wereld te redden? Oh, god. Luister, zonnetje. De wereld kan het niet schelen. Als jij je nek uitsteekt, wordt je kop eraf gehakt. Je hebt zelf gezegd dat je die gast dood wil hebben. Ja, en ik wil hem zelfs liever te grazen nemen dan jij. Maar zo eindigt het niet. Dit is hoe het zal eindigen. Nee, deze keer niet. Kom op. Wat denk je ervan? Dat jullie gek zijn. Maar ik help jullie wel de wereld te redden. Sure, helpen ons, sure. Ik had eerder verwacht dat ik zo voor de Chloe manier zijn gegaan. Gewoon oprotten, gewoon weg mee, oppatee, einde verhaal. Niet het stuk, oh ja, laten we de wereld redden, jongens. Ik zou echt zo zitten van... Hoe? Ah, geweldig. Nog meer van die griezels. Oh. Blijf daar! Gaan ze uit de buurt! Oké, hoe kan je doen? Waarom gaan ze niet dood? Dat is het probleem! Ik weet het, wat moeten we nu? Iemand een idee? Als ze niet dood gaan. Oh, shit! Oh, verkeerde kant. Oh, wat de fuck? Schieten dan met kristallen? Volgens mij waren we echt met kristallen aan het schieten, dus... Ah, geweldig. Nou, ben ik echt eigenlijk even wel benieuwd hoe die dingen dood moeten. Oké, ze komen niet bij ons in de buurt. Dat is ons voordeel. Ik
zie je hier best wel hele mooie beelden. Gewoon blijven schieten. Ze hebben een soort van gelei, lekken ze. Oeh, zit volgens mij weer boven. Ja. Oh, niet doen, niet doen, niet doen. Beste gelei-monster, stop hiermee. Stop, stop, laat me met rust. Stop, niet doen. Oh. Hoeveel kogels moeten we dan niet door? Holy shit, zeg. Oké, okay, Elena, ik heb je gered. Hiervoor moet je me eeuwig dankbaar gaan zijn. Want ik doe dit niet met plezier. Dit bedoel ik dus. Ik heb geen keuze. Elena, help. Elena, help, alsjeblieft. Au. Nee, het is mis. Nog een keer mis. Waarom gaat hij niet dood? Oh. Oh. Hey, hij is dood. Eindelijk. Zou zo'n gouden... Oh. Nee, dat werkt dus ook niet. Shit. Kelling doet die pijlen boven meer dan... Oh, what the fuck krijgen we nou weer? Oké. Okay. Oh, ja, dat klopt. Shit. Waar is die andere kruisboog? Hier. Nice. Waar is hij heen? Waar is meneer Ketting? Oep. Een goud dingetje. Nee. Doet. Mijn gouden dingetje, waar is hij heen? Ja, niks boeit mij nog in deze oorlog hoor. Maar mijn gouden dingetje is wel fucking belangrijk. Kijk, daar is hij. Nee, dit is hem niet. Waar is hij heen? Met een gouden dingetje. Ja. Jullie redden je toch wel? Nee. Oké, moet ik nou even gaan helpen? Waar is hij? Waar is hij? Waar zijn mijn granaten? Hey? Ik heb toch granaten? Oh. Hier, vangen. Oh. Ja, hij is dood. Haha, sukkel. We hebben betere wapens nodig. Je meent... Vind je het gek als we met een AK in de strijd gaan? Hier was mijn gouden dingetje. Ja, daar is hij. Hobbit gaat zoeken. Maar waar vind je betere wapens in dit gebied? Als hier alleen maar wat... Oude soldaten zijn beland. En wat potten. Die sprong haal je wel. Wat? Oké, ik vertrouw je helemaal. Sprong haal je makkelijk. Sure. Gaat het een beetje daarachter? Kom eraan. Voorzichtig. Oké, ik durf alles reloaden. Je weet maar nooit. Oh, dit is gereload. Nou, komen wij nog betere wapens tegen dan een AK en een handgeweer? Ik denk het... Hé, dat sap is brandbaar. Net als de hars. Ga maar even opzij. Oh, wat doe ik? Nee! Oh. Oh. God, wat is dat? Ziet er niet al te eng uit. Nee, ik vind dit... Goud dingetje. Jongens, goud, goud, goud! Goud! Yeah! Ik heb nooit zoveel gouden dingetjes in zo'n klein stuk gevonden. Oh. Snap hem. Als ik daarop had geschoten, dan kwam dat ding naar beneden. Maar dat was dus niet nodig, want ik schoot hem al af. En mo. Als hij de ding schiet. Is het nut? Nee. Als ik dit schiet ook niet. Oh. Hardcore parkour. Oeh, dat ging ook maar net goed. Oh, shit. Ja, de groene steen. Oh, wacht. Ah, ik stap hem.
Boom. En dan doen wij 1, 2, hoppatee. Oepsa. In een rare huis. Oh, wacht even. Dan doen wij boom. Zo gaat hij goed. Kom mee. Ja, zo gaat hij goed. Ga mee. Avontuur naar de Shintamani steen. Wacht, dat komt me bekend voor. Natuurlijk, daar is vast de Shintamani steen. Echt? Staat in het boekje ook? Even kijken. Ja, Many Faces of Sully. Fucking leuk. Was er niet in het boekje stond er zo'n foto van? Verder. Ergens in dit boekje stond nou wat dat ding was. Oh, hier, wacht even. Dit lijkt er aardig op. Ja, dit moet het zijn. Alles is zo prachtig. Dit was vroeger vast fantastisch om te zien. Het is net alsof het hier spookt, snap je? Haha, ik snap hem. Goeie, Drake. Ik weet niet wat ik allemaal heb beschoten, maar het is kapot. Nou, nu heb ik een M4 en nu wat. Moeten we helemaal daarheen nog? Holy shit, zeg. Oh, wat daar weer? Oeh. Zoveel schatten. Oh my god. Het lijkt hier net een schatplek. Ha, 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 ha. Oké, laat maar. Even kijken. Het is hier zo doodstil. Holy shit, zeg. Zo stil dat ik het zelfs niet vertrouw. Oh, hey. Jongens, waarom hebben jullie me hier niet over verteld? Dat hier gewoon zo'n grote deur was. Die we... Dat hoofd, what the fuck? Oh, dit is kapot. Oh, wacht even. Ja, zo. Misschien hebben we ons nog niet gezien. Waar is iedereen dan? Het barst hier van de soldaten. Ik zie ze niet. Oh, daar. Kan ik niet hier omhoog klimmen trouwens? Oh, dat kan wel. Ik snap hem. De puzzel makes all sense now. En dan ga ik gewoon hier aanhangen. Nee, waarom helpt niemand mij? Jongens, iemand moet hier aan draaien. Hipst. Jongens, help. Jongens, help nou. Oh, zo zijn het ineens zoveel er meer geworden. Oh shit, we hebben er zo een weer. Kut. Kun je dit, had je dit gewoon niet eerder kunnen vertellen dat er zo eentje was? Nee, dit werkt niet. Shit. Oh. Even kijken. Even kijken. 1. 2. 3. 4. Die heavy tank moest gewoon snel dood. Oh, wat doe jij ineens hier? Oh. Hey, vriend. Oh, shit. Oh, wegwees hier. En snel. Oh, shit. Hij is hier, vlakbij. Oh, god, run. Helena, tijd om te helpen. En andere Chloe. Zou nu wel heel mooi uitkomen als je nu gaat helpen. Oh! Chloe, wat doe je me aan? Nu! Oh, een driehoekje.
Oké, waar is die andere machine? Machina man. Oké, je hebt M4 kogels. Dus die neem ik graag mee. Maar daar is meneer Heavy. Oh, meneer Heavy komt eraan. Meneer Heavy heeft geen zin in dit soort gebullshit. Oh. Kom maar op! Oh, dat is een rocket launcher. Auw. Die is dood, oké. Okay. Tijd voor pistool. Hopen dat hij doodgaat. Hij kan te perfecte granaten gooien. Oh, daar is meneer Tank. Oh. Zo van, draai het hoekje maar even om. Zo heel eventjes. Heel eventjes van, hey. Ik ben hier ook nog. Ik sla me koud, ik sla me koud. Kijk, ik moet niet. Oh, ga nou gewoon eens. Oh god. Ja, dankjewel. Veel dank. Eens kijken. Oh, meneer, wat doet u nu? Oh, ik ben dood. Fuck. Dit faalt. Best wel hard. Dan moet ik dus iedereen weer opnieuw gaan vermoorden, toch? Waar gaan we? Oké, laat maar. Oeh! Wow! Oh shit! Oké, shit, dit zuigt. Oh. Ik wist niet dat ze hier al in de buurt waren. Met een kruisboogje. Oeh! Oeh, nee! Oh, stop. Stop maar. Chloe, tijd om te redden. Oh, shit. Het zijn er twee. Nee. Hey, Elena. Ik val naar beneden. Maar nou ben ik dus eigenlijk die heavy machine gun kwijt. Dit zuigt echt best wel hard. Oh, wat? Wat? Twee van die hits en ik ben dood? Wat? Dat ging niet zoals gepland. Oeh. Haha, circles. Oh, daar is die machine gun. Ik zie hem. Daar rijd ik dus mooi voor. Moenker bloenker slunk. Waar ben jij? Oh. Komen er nog meer? Nee toch? Nee, nu ziet het er weer aardig stil uit. Nice. Goed bezig jongens, ik ben trots op jullie. Het is een soort teamwork wat we hier deden. Terwijl ik eigenlijk meer het werk deed, maar dat maakt niet uit. Ik vergeef jullie wel. Ja, hier heb ik nu jullie hulp voor nodig. Jullie staan hier al mooi klaar. Dus let op. Ik ga naar boven. Ik ga aan die bal hangen. En dan gaan jullie draaien. Zo van... Hey, Gijs. Ja, wat? Ik ga draaien. En dan zeg ik, ja, is goed. Oké, ik ga al. Kijk, nice. Okay, daar gaan we. Dan gaan jullie dus. Oh, daarvoor is die steen. Nu! Woep! Sliding. Dat was op het nippertje. En dan gek die voor vandaag voor eindigen. Mensen, ik bedank je voor het kijken. Als je leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering weer met meer Uncharted.